Hey kijkers van Dus David Games en welkom bij een nieuwe Manticore Spotlight. Hey, Vaco Inc. Dat is vet zeg. Maar het gaat niet over Vaco Inc. Nee, kijk, hier is normaal gesproken de afsluiting voor het financiële district. Dit hier is het financiële district. En Vaco Inc., een of ander winkelcentrum, komt daar. En hier is de bank. Nou, en daar gaat de spotlight ook over. Mensen die mij live gezien hebben, die hebben gezien dat ik hem enigszins aan het bouwen was. Zo, dat is groot zeg, als je niet eroverheen vliegt. Hier hebben we een klein restaurantje, gewoon om even wat vreten te halen, zeg maar. En de bank is een zogenaamde epic. Dus voor de Mine Z-spelers zou je zeggen een dungeon. Dus iets waar heel veel te halen valt. Nou, hoe kom je binnen? Heel simpel, met een button door deze deur heen. Want de andere kant... Hoppakee, doe maar. De andere kant is afgesloten. Je kan hier niet meer naar binnen. Ja, en dit was sowieso geen doorgang natuurlijk. Dus wil je in dit stukje van de bank terechtkomen, want het is echt alleen dit blok. Dit blok komt nog eens heel anders. Dan zul je een button nodig hebben. Maar dan ben je nog lang niet. Nog lang niet. Nou, hier is de lobby, zeg maar. En hier hebben we dan de aankomstdinges. Kunnen mensen een beetje in de rij gaan staan of wat dan ook. Boven zullen de kantoren komen. Daar zullen wij gewoon civil chests plaatsen. Dus waar je misschien een beetje chain armor kan vinden. Of wat eten, zeg maar. Dat komt hier. Dat wordt, zoals je ziet, 4 hoog. Hoppakee. Zo. En dat gaat ook gelijk door naar de andere kant van de bank. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Want kantoren valt natuurlijk niet zoveel te halen. Dat snappen jullie zelf ook wel. Het gaat hierom. Nou. Oké. Je loopt hierin. En je komt eigenlijk in de receptie. Of hoe noem je dat? Het loket. Ja, hier gaan we loketten maken. Die zijn er nou nog niet. Maar als jij met genoeg mensen hier komt. Dan kan wel een klein beetje hinten hoeveel. 1, 2, 3, 4. En je gaat allemaal hierop staan. Luisteren. Oh, je hoorde wat. Maar de deur blijft nog dicht. Dat is kut. Heel misschien als je met z'n vieren erop gaat staan. En een vijfde persoon die is hier. Die loopt hier wel dus doorheen. Nou. Dat gaan we eventjes anders doen. Want ik ben niet met z'n vieren hier. Inderdaad, dan kom je gewoon hieruit en dan kom je uiteindelijk, dit gaan we nog allemaal inrichten natuurlijk, kom je bij het prachtige, mooie stukje ondergrondse. Oh, dat is zo mooi. Hier ga jij een tweede button voor nodig hebben. Er staat nou nog een pressure plate, zodat wij er even doorheen kunnen lopen. Maar ook hier heb je straks een button voor nodig om hier doorheen te moeten. En je bent vervolgens bij de kluis aanbeland. Aanbeland. Hier, allemaal mini-kluisjes waar je spul in kan doen. Of zo. Hier hebben we een cijfercombinatie. Die moet jij in één keer goed hebben. Want als je hem niet goed doet, dan kun je er 10 minuten lang geen gebruik van maken. Dus, ik weet niet precies hoe dat zat. Maar het was zo dat als je 2 of 3 keer fout had of zo, na 5 pogingen of 5 keer een switch doen, dan gaat het niet open. Ik heb zelf ook geen flauw idee wat de combinatie is. Ja, ik hoor wel... Ik hoor heel veel, maar er gebeurt niks. Ga even een kijkje nemen in de kluis, want ik ken de code dus niet. Oh, wat een mooie kluis. Prachtig. Nou, jullie snappen het idee al. Hier komt dus inderdaad gewoon nog een kluis. En ja, daar zullen we dus epische loot in gaan doen. Voorlopig was het bij Manticore makkelijk als je de map kende. Je rende gewoon naar boven tot je half eten had, zeg maar. En naar het noorden, want je wist precies waar een chest stond. Nou, dan weet je ook precies waar een chest staat. Maar zonder buttons en zonder vrienden kom je in ieder geval niet ver in de bank. De bank, zoals we hem gaan noemen waarschijnlijk. Ik weet nog niet precies hoe we hem gaan noemen. Misschien YouTube monies of zo, dat we de bank gaan noemen. Ik weet nog niet. Dus, dat is het hele idee van de bank. Ik dacht, ik meld jullie dat eventjes voordat jullie voor een dichte deur staan. Of dat jullie je enigste button verpesten om überhaupt in de lobby te kunnen. Dat is natuurlijk ook kut. Dit is dus iets wat we niet willen dat jij in... een half uurtje Manticore spelen al direct kan gaan rushen. Dat is een beetje het idee. Er zijn heel erg veel meer epische gebouwen, zoals we ze noemen, waar dus epische loot te halen valt. De enige plek waar je iron armor en een diamond sword kan vinden. En golden apples, for that matter. Is de bank en er komen nog een heleboel meer. Maar daarvoor zal je eventjes op andere video's moeten kijken van Dus David Games. Andere spotlight video's. Doe dat dus eventjes en abonneer even op mijn kanaal. Want dan ben je op de hoogte van alle nieuwe uploads die er komen. En like dan gelijk de video ook gelijk even. Want dan kan iedereen zien dat jij de video leuk vindt. En het is voor ons is het ook een klein beetje erkenning. Van hé, wat je doet is goed.
cool. Ik ga weer verder bouwen en binnenkort nog een spotlight. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Oh, Vaco Inc. Het wordt zo mooi.